Yassin, is dit extra zuur omdat PSV twee halve kansen krijgt, jullie twee hele, maar zij staan 2-0 voor en jullie niet? Ja, zei het net al. Ik lach het alleen maar weg. Je hebt het goed verwoord. Het is niet alleen zuur, het is gewoon echt super vervelend en irritant. En dat maakt je ook super boos. Ik bedoel, afgelopen weken denk ik dat wij gewoon onze kansen wel afmaakten en wel scherp waren voor de goal. En veel goals hebben gemaakt in de afgelopen vier wedstrijden. En dan kom je hier naartoe en dan weet je dat die ene kans belangrijk is, want je moet hem binnenschieten. En ja, dan gaat die binnenkant paal eruit en de rebound gaat er dan net niet in. En, ja, wat moet ik erover zeggen, weet je? Dan krijgen zij zo'n ingooi en via en ik weet niet hoeveel stations gaat die bal er alsnog in. En ik weet niet eens op welke naam hij moet gaan komen. Maar ja, dan staan ze al 1-0 voor. En dan nog spelen wij nog steeds goed. En hebben we veel kansen gecreëerd nog. Daarna waren we ook scherp in de counter zelf ook. En ja, dan komt er zo'n voorzet. En dan, ik denk dat hij al oefent hij er 1000 jaar op. Hij maakt hem niet nog een keer zo. Was er, waren er revanchegevoelens vanwege die 7-1 in Utrecht? Ja, nee. Je wil winnen, iedere wedstrijd. Ik denk dat, revanche, ik weet niet of, we hadden er niet eens over gesproken eigenlijk. Je wil het niet meenemen. Het is gebeurd. Dat iedere ploeg heeft wel eens een dipje in het seizoen. Die van ons was wat harder dan misschien andere ploegen. Maar goed, we zijn er goed overheen gekomen. We staan vierde plek. Ik bedoel, we hebben een hele goede reeks neergezet. We zijn er nog steeds mee bezig. En één wedstrijd hoeft niet je seizoen kapot te maken. En je moet ook natuurlijk klappen voor je tegenstander. Uiteindelijk is het gewoon een kwaliteit van hun dat zij wel die halve kans erin schieten. En ja, het is dood en dood zonde, want het helpt ons niet. Want ik denk dat wij veel en veel meer hadden verdiend dan 0 punt. Zo simpel kan het soms zijn, hè? Hoe verklaar jij dat FC Utrecht zeg maar, traditioneel zoveel moeite heeft in Eindhoven om punten mee naar huis te nemen? Ja, misschien wat je zegt ook dat... Dat wij niet scherp genoeg zijn in de afronding. En dat is gewoon zonde. Want ik weet nog, voor de beker in de kwartfinale. Ja, dan maken we wel de eerste beste kans. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat ging. Het was een korte corner van ons. En toen gaf ik hem nog voor op Bart. En ja, dat was onze eerste beste kans. En die ging er gelijk in. En hun kwamen op 1-1. Maar onze 2-1 was ook weer in de counter. En we waren toen heel, heel erg scherp. En ook in de afronding vooral scherp. En vandaag ontbrak het denk ik zeker aan de afronding en dat was denk ik het enige. Dat is super, super belangrijk als je naar Eindhoven komt. Heb je Bart nog even uitgescholden in de catacombe vanwege die eerste goal? Nee. Bart is een vriend van mij. Ik gun het hem van harte. Kijk, je moet uiteindelijk respect voor je collega's hebben en dat heb ik voor hem. En we mogen de beste winnen. Vandaag waren hun beter, denk ik, in de afronding.